Gaddafi, get out! Gaddafi, get out! Wij demonstreren hier vandaag op de betoog tegen het geweld wat in Libië gebeurt. Er vinden nu op dit moment massamoorden plaats. En daar is Gaddafi en zijn aanhang voor verantwoordelijk. Wij vinden dat er vanuit de westerse samenleving, dus vanuit Europa voornamelijk en de Verenigde Staten, dat daar niet veel aan gedaan wordt. Of er is een lange stilte geweest. Op dit moment is men wel in beweging. Dat betekent dat ze wel wat sancties willen opleggen. Maar het moorden gaat door. En daar zijn we er gewoon hier voor. Wij willen onze steun betuigen met onze broeders en zusters in Libië. Het is daar op dit moment, in het oosten lijkt het toch in handen van de bevolking te zijn. Maar vooral in de hoofdstad. Gaddafi gaat door met moorden. Hij heeft nog wel de macht daar. Dus wij willen onze steun betuigen en we willen onze stem laten horen. We weten dat wij hier vanuit Nederland niet heel veel daaraan kunnen doen. Maar wij willen er zijn voor onze broeders en zusters. Dus daarvoor is deze demonstratie op de Dam. De boodschap is eigenlijk heel duidelijk. In Libië wordt er gemoord, massamoorden worden er gepleegd. Wij willen dat er vanuit de buitenwereld, dus de wereld die invloed heeft in de wereld, dat is voornamelijk de Verenigde Staten en de EU. De Europese landen kunnen daar ook een rol in spelen. Als zij sancties kunnen opleggen, denk ik dat het bijna game over is met Gaddafi. Gewone mensen, als ze ook op straat gaan en ook laten zien dat het eigenlijk heel verschrikkelijk is wat er gebeurt. Hun stem laten horen en hun landen vragen of ze daar iets in kunnen betekenen. En ik denk dat ze daar zeker wat in kunnen betekenen. De islam heeft vrouwen rechten gegeven. En als die mensen daar, als de democratie wordt gerealiseerd, dan is het zeker dat de vrouwen daar meer gehoord gaan worden. Ze leven niet onderdrukt vanwege dus die verschrikkelijke leiders eigenlijk. Dus ze hebben zeker meer, ons geloof heeft ze veel rechten gegeven, maar er wordt niet geen gebruik van gemaakt. In de Arabische wereld, kijk, Libië is het derde land waar dus zoiets speelt. En dat is niet voor niks, zeker niet voor niks. Er zijn leiders die jarenlang aan de macht zijn, die dus ook niet aan de macht komen door middel van verkiezingen of wat dan ook. Kijk, net als iemand als Gaddafi, die is middels een staatsgreep aan de macht gekomen. En na 42 jaar zit hij daar nog op de troon. En hij denkt dat hij niet weg te jagen is. Maar de mensen zijn hem zat, de mensen zijn hem beu. Ze willen hem niet meer. En dat is de boodschap die hij moet begrijpen. Maar doordat hij dus in Tripoli nog wel toch een soort macht heeft, lijkt het erop of er nog geen eind aan komt. Maar wij gaan ervan uit dat echt in zicht is. Ja. Wij hebben ook de Arabische nieuwszender Al Jazeera. En die staat bij ons eigenlijk constant aan. We slapen weinig daardoor. Wij leven gewoon mee. Het zijn onze broeders en zusters. Je wenst niemand de toestanden toe waar zij in leven. Dus het maakt niet uit waar het op de wereld gebeurt. Of het nou Arabische landen zijn of andere landen. Je wenst het niemand toe. Dus je kijkt, het enige wat je kan doen is het nieuws volgen. En bij Libië zijn we betrokken. Mijn man komt daar vandaan, dus ik heb daar familieleven. Je weet niet in welke toestanden zij verkeren. Er is geen internetverbinding, er is geen telefoonverkeer mogelijk. Dus je leeft eigenlijk een beetje naar dat moment dat die man, die tiran, die gruwelijke dader, daar weggaat. عاشت ليبيا حرة لنا دامت أرضها للليبيين عاشت ليبيا حرة لنا دامت أرضها للليبيين